Dames en heren, we zijn in Hardingen. Nou, dames en heren, we zijn in Den Oever. We zijn weer in Noord-Holland. Dames en heren, let me op de rotzooi achter met een beetje rotzooi, sorry, alvast. Vandaag gaan we reizen, ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Ik heb net even mijn vlog geüpload, dus hij is net 100%. Ik moet wel even de titel geven, maar nu is hij verwerkt, ik kan niet verwerken, dus dat scheelt. Ik moet over 8 minuten weg, dus we hebben een beetje haast. Dus ik ga gelijk even al mijn spullen daar klaarmaken. Even dat we weg kunnen en dan kunnen we ook echt weg. Ik kan niet wachten en dan het is wel benieuwd wat jullie ervan vinden. En dan gaan we, want ik zal straks wel even wat aan het gaan doen. Nou, dames en heren, het is 6 uur 's ochtends. Het is alleen één probleem, ik kom 17 over 6 aan en 17 over 6 vertrekt de trein. Dus ik mag eigenlijk gewoon doorgaan zonder tijd te komen. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ik heb net al die monnik. Maar loop uit, hij is 5 uur. Jezus, wat zwaar het is. We gaan er net op. Dames en heren, jullie hebben altijd niet zo van gehoord, maar ik heb net een trein gehad. Niet op tijd. We gaan richting Meppel. We waren op ineens, er ging een fluitje van af. Al de deur stond er boven die. Het is heel gewoon naar binnen gerend. Ik heb hem gehaald. Dit is naar Groningen. Hé? Pap? Dit is naar Groningen. Staat daar. Ik zit even te kijken. En die trekt niet net. Nee, die trekt terug natuurlijk. Maar wij hebben die trein naar Leeuwarden. Die had echt een hele kwart overstap. 3 minuten gelopen. Dit is gewoon een hele kwart. Geen idee. We gaan even kijken. Dames en heren, daar komt de trein aan vanuit Leeuwarden. Deze stopt maar 2 keer in Steenwijk en Heerenveen. Ik hoop even dat. Maar die trein die staat stil, dus dat is ook heel lekker. Maar nee, hij is wel. Maar we gaan het zo zien. Nou, dames en heren, hier komt de trein aan. Hij rijdt. Even een mooi shot. Het zou mooi zijn. Oh, het is niet een hele grote trein, maar 3 delen. We gaan weer. Getaway car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. Oké, dames en heren, we zijn in Leeuwarden, we zijn in Friesland. We moeten straks de Arriva-trein pakken richting Hardingenhaven. Alleen is nu op wachten tot 2 minuten zijn we er. En ik ben aan
moet volgens mij denk ik nog wel een kwartier ongeveer reizen. Ik ben hier nog wel geweest, dat hele stukje wonen in Leeuwarden ook een keer. Daar is nog trouwens, voor, weet ik niet meer wat voor opnames of zo. Maar ja, toen, maar nu gaan wij naar Harding en daar ben ik nog nooit geweest. Maar ja, wel een keer langs gereden ook met een afzetdijking. We moeten spoor 1 zien, dus komt toch goed. Nou, dames en heren, daar gaan we. Dus dat is goedemorgen, Leeuwarden. En niet uit te checken bij de NS en in te checken bij de Arriva. Het is hem, de trein. Naar Harlingen. Hier stopt die. Dus ja, laten we de trein maar eens ingaan. Dit is de trein. Hier nog helemaal nog. De wc en andere dingen. Oh, die wc is best wel chill. Dat ga je ook niet krijgen. Dat is een hele tafel. Maar die mag de NS ook niet krijgen. Het is een stopcontact. Oh, dat is ook een fucking chill. Dus ja, ik dacht, we gaan nog even werken. Ik ga wel even andere kansen doen. Ik ga even eruit. Het is toch volgens mij maar 40 minuten in deze trein op te zitten, dus ik kan even werken. Nou, dames en heren, ik vind deze trein best wel chill. Alleen, het enige, ik word helemaal weggetrild hier. Maar, tenminste, dat kan ik overleven. Ik ben helaas over 18 minuten aan de Harlingen. Maar dat komt allemaal goed. Maar ja, we zijn er dan. Ik heb een beetje last van mijn keel nog, na verschijnselen van corona nog, maar sorry. We zijn over 18 minuten in Harlingen en dan gaan wij de bus pakken naar Den Helder. Maar dan moeten we eerst nog een tijdje wachten. En dan gaan we het wel zien. Dames en heren, we zijn in Harlingen. Ik vroeg me af, wat is dit? Want dit is gewoon een vuilnisbak. Die heb je gewoon hier op tafel. Hoe fucking chill is dit? Dit was echt zo'n chill, de treinreis. Zo heb ik alles. En dan, ja. En, ja, ik wil even wat kwijt. We zijn in Harlingen. Dit, ja. Het is leuk. Dat is heel wel. Even kijken wat hier te doen is. Ik heb toch nog even. Even trekken van 12. Oh, dit is eigenlijk het enige waar je naartoe kan in Harlingen. Dit zijn de vertrekborden. Dus niet heel veel. Maar ook één voor. Dus ja. Maar het is best wel leuk stukje Friesland. Tenminste, ik heb wel even zin om even naar de zee te gaan. En ja, ik zal hem benieuwen. Dit is Friesland. Dames en heren, we zijn in Harlingen. We gaan straks met de bus, wil ik, over de afsluitdijk. Maar, alleen, ik moet even kijken hoe of wat. Want, kijk, eigenlijk moeten wij naar de overkant van dit water naartoe. En het waait een beetje hard.
ja, misschien is er nog wel wat leuks. Ik vind dit wel even lachen om even zo te zien. Ik ben hier nog nooit geweest, echt in Harlingen zelf. Dus ja, we kunnen wel even gaan kijken. De bus die vertrekt toch. Nee, ik weet trouwens ook niet waar het busstation is, dus dat moeten we ook even gaan uitvinden. Want ik heb geen idee waar ik ben. Ik ben nog nooit geweest. Dus we gaan even uitvinden dingen. Oké, okay, ik ben een beetje dom geweest. Ik heb in mijn reisplanner had ik van tevoren gerekend vanaf Leeuwarden. Alleen, ik ben niet in Leeuwarden. Ik ben in Harlingen. Dus ik moet even kijken. Ik heb even gekeken, toevallig op de app. Uiteindelijk heb ik een reisadvies gevonden wat mogelijk is. Alleen moet ik nog wel een stuk langer wachten. Dus hier, want de bussen die vertrekken maar één keer per uur richting Den Helder of zo, weet ik veel. Of die aansluiting klopt niet wel. Maar ik moet hier zijn, bij het Havenplein. Maar ik dacht, ja, dan ga ik maar even een rondje lopen. Want ja, er is anders toch hier niks te doen. Kun je wel gaan zitten wachten. Ik zie daar wel iets leuks. Een redderij Doerksen. Dus ja, ik heb zoiets met laten daar eens even kijken. Want ja, om de tijd even te doden, kunnen we net zo goed gewoon even dit doen. Als we maar weer op tijd terug zijn. Anders pakken we wel een halte wat verderop. Als daar bijvoorbeeld een bus vertrekt straks, dan pak ik die daar gewoon wel. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Ik heb het idee dat dit de haven is richting Terschelling en Vlieland. Ik zag het net aangeven. Maar je kan hier gewoon ook fietsen naar Amsterdam. Geeft hij. Maar ik weet eerlijk gezegd ook even niet. Ik ben hier ook maar gedropt. En ik moet ook maar weer zien verder te komen. Ik heb geen idee. Ik moet één keer overstappen. Nee, wacht. Ik moet drie keer zelf overstappen naar de overkant. Dus het is nog een best wel intensieve rit. Kijk jongens, daar komt een boot aan. Ik weet niet wat voor boot het is. Ik weet wel dat het boot naar Texel en zo is. Of Vlieland en Ameland. Of Terschelling bedoel ik. Sorry, ik zit even te denken. Daar zit volgens mij die boot. Alleen, ik zat nog even te denken om die boot te nemen. Alleen gaat dat nu qua tijd niet zitten, denk ik. Redden. Maar als jullie heel veel reacties en leuke likes achterlaten, dan wil ik wel een keer een dagje naar Terschelling of Ameland of Nieland. Dus laat even hieronder weten in de reacties en misschien gaan we dat later nog een keer doen. En ja, dit lijkt me echt best wel leuk eigenlijk zo. Maar we zitten even nog te genieten van dit. Het is wel heel koud, moet ik toegeven. Dus dat valt wel weer tegen. En ik stap nu omdat we met de fiets naar Amsterdam bedoelen. Maar ja, of dat daar staat. Want Amsterdam is nog wel echt heel ver fietsen. Dus die snap ik niet. Maar in ieder geval, ik ga even kijken wat de opties zijn. Want misschien is het nog wel leuk om later even te kijken. Maar ik wil het even uitzoeken voordat ik dat soort dingen ga doen. Oké, okay, ik heb letterlijk even gevraagd hoe dan dat vraag is. 3 kwartier. Dat was met een snelvaart of zo. Je had ook iets van 2 uur. Oh mijn god. Dus ja. Ik denk dat we dit met dekken niet kunnen doen. Want dit is gewoon beter we niet kunnen doen. Want dit is echt dramatisch. Maar die boot gaan wel varen. Maar ze moeten er heel snel omvaren. Oké, dames en heren. Ik denk straks maar weer langs naar teruglopen. Het is iets te ver varen naar Terschelling en Vlieland. Maar dat geeft niet. Maar het had vooral ook te maken met dat het heel veel omreizen is. Of dat je een stukje om moet. En bijvoorbeeld Texel is maar 20 minuten hooguit. Maar dat stukje is veel dichter op elkaar. En dit is gewoon veel verder. Maar ik moet nu zometeen de bus weer pakken. Het is voor mij nu 6:08. En mijn bus vertrekt om 6:30. Dus ik loop maar langzaam richting het busstation. Maar ik moet best ver omlopen. Omdat, nou ja, anders moet ik gaan zwemmen. Daar heb ik ook niet heel veel zin in. Dus ja, laten we maar even naar de bus gaan. En dan moeten we... Ik weet niet eens waar die bus toe moet. Ik ga even kijken, daar kom ik al. We moeten volgens mij 3 keer overstappen. Ik weet dat ik straks eerst met de bus naar Harlingen hoofdstation moet. Daarna moet ik de bus pakken naar de kop van de Afsluitdijk. Nou, dan ga ik de Afsluitdijk over. Dan moet ik naar Den Oever. Dan moet ik daar weer de bus pakken richting Den Helder. Dus ik ben bijna 1,5 uur aan het reizen naar Den Helder vanaf hier. Dat is echt waar, dat ik wel mee had. Maar na, dus dat er geen spoorweg eroverheen gaat. Dus dat is een heel gedoe. Misschien een klein tipje voor de NS of de Arriva die dat zou willen. Graag, dankjewel. Ik zou er wel mee willen werken. Maar ja, het zou wel mooi zijn. Maar en van Den Helder kunnen we straks gewoon weer de trein pakken richting Amsterdam. En dan zijn we in Amsterdam, dus dat is best wel chill. Alleen is Den Helder Amsterdam ook volgens mij nog wel 1,5 uur. Maar ja, kijken wel. Het komt goed. Wij gaan... holy shit, dit is wel diep.
dicht. Dan gaan we maar oppassen voordat alles in water valt. Anders standen. Dus ja, ik loop even dit terug en dan zien we iets. Dames en heren, mijn plan is veranderd. De trein die vertrekt over 2 minuten richting Leeuwarden weer. Vak dezelfde trein weer terug, maar dan richting Leeuwarden. Richting Leeuwarden, dan staat die uit in Harlingen. En dan kan ik makkelijker de bus pakken. Heb ik meer tijd, kan ik nog even snel filmen. En dat komt goed. Alleen de rest uit de trein. Je moet me denken aan vanochtend, moet ik ook zo hard rennen. Ik had vanochtend bijna de trein gemist, jongens. Oh, ik kan niet zo goed filmen. Want ik heb... Ja. Helle. Dit is het hoofdstation van Harlingen, maar we hebben nog even tijd, want we moeten de bus zo halen. Dames en heren, we zijn in Harlingen op het station. Oh ja, kijk, hier gaan iets meer treinen, dus dat is wel chill. Die andere die was een beetje, ja, karig. Ja, kijk, dit is iets beter. Ik zei toch, dit moet Harlingen gewoon doen. Studeren het, gelukkig. Zoals ik kijk. Blijkt hoef ik deze bus niet te doen, want deze naar Leeuwarden en deze naar Heerenveen. Dus, dan betekent dat denk ik dat ik naar die andere kant moest. Maar dat betekent dat ik hier al is uitgestapt en dan moet ik binnen een paar seconden daar naartoe moeten sprinten. Dus ik ben blij dat ik nu al de trein heb gepakt, want nu heb ik hem sowieso wel gehaald. Als ik weet welke kant ik moet, want als dit gewoon de bevestiging is dat ik hier moet staan, dan is het geen probleem. Oh ja, fietspad zijn trouwens ook heel onduidelijk aangegeven. Maar ja, ik loop er even naartoe. Ook lekker, deze halte is niet, die halte is niet en die twee halte zijn het niet. Welke halte is wel? Dat vraag ik me af. Ik zit net te denken, dit is 71 Leeuwarden. Dus dat betekent dat die kant 71 de kop van de afsluitdijk moet zijn, denk ik. Ik had hem over het hoofd heen gezien. Hij was wel deze kant. Ik had even gevraagd. Ja, dus dat ik nu wel goed sta. Gelukkig. Echt komt hij uit, dus dan had ik het zich wel moeten redden. Maar ja, dit is het mooiste station van Harlingen. En ja, op naar de Noord-Holland straks. En die zit in de bus naar de kop van de afsluitdijk. Om straks naar de helder te gaan. Ja, dat is het eerst. Nou dames en heren, we zijn er. Fijne dag. Fijne dag nog. Alsjeblieft. De bus trouwens richting Alkmaar, die komt daar zo meteen. Oké. Okay. Dat is goed, dank u wel. Ja. Nou. Nu, we zijn op de kop van de afsluitdijk. We moeten even wachten, want de bus is er nog niet. We moeten straks de bus 350 richting Alkmaar pakken. En dan moeten we in Den Oever uitstappen. En daarna kunnen we zo naar Den Helder. Maar kijk even hoe mooi dit is. Dit is wel echt oprecht wel mooi. Het is gewoon
typisch Nederland, dit. Dus ja, in principe, we gaan dit is de kop van Afgedijk en straks door naar of richting Alkmaar in ieder geval. Ik kom trouwens ook al met de trein naar Alkmaar, maar ik wacht gewoon hier in Den Helder ook gewoon de trein pakken naar, ja, dingen zo. Hoe heet dat ook weer? Geen idee. Maar ja, het komt goed. Daar komt de bus aan. Alleen, er zijn nog twee andere bussen voor. Yes. Dit is hem. Op. Op naar de bus. Goedemorgen. Hi. Your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, in the Caribbean. Yeah, dan, dan, dan. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Nou, dames en heren, we zijn in Den Oever. We zijn weer in Noord-Holland. Dus dat is allemaal een feestje waard. Ja, in principe, kijk, daar zie je eigenlijk al heel veel staan. Dit is, ja, dit is, pak de camera niet. Hoorn, Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. Want eigenlijk zijn die borden iets te ver, denk ik, om in te zoomen. Maar dat is wel in ieder geval een feestje waard. Ik moet nu de bus zo pakken richting Den Helder. En dan hebben wij de trein die we weer gaan pakken in Noord-Holland. Dus die trein naar Amsterdam gaan we dan weer pakken. Dus het zal wel weer mooi zijn. En hier is de bus uit. Bus. Mijn vorige bus was iets te vroeg hier, dus daar moest ik heel lang wachten. Maar ik wist niet eerlijk gezegd dat ik er nu al was. Want eigenlijk, daar is letterlijk net daarnaast de afsluitdijk. En eigenlijk ga je hier net de A7 af. En dan, ja, dat geeft niet. Ik vind net de A7 af. En want dat is de A7 daar, dat is eigenlijk een oprit alweer, dat zie je in dat potje. En ja, ik ben nu blij dat ik straks weer door kan naar Den Oever en dan gaan we vanaf Noord-Holland weer naar Amsterdam. Maar het gekke is, naar mijn gevoel is Den Helder letterlijk gelijk daar, maar ik moet er gewoon een half uur in zitten in die bus. Maar ja, geeft niet, maar ja, aan de ene kant wel een beetje gek. Maar we maken gewoon het mooiste ervan. We zijn weer in Noord-Holland, dus ik wacht. Ik dacht serieus dat het daar was, maar Den Helder staat, is nog maar 25 kilometer. Dus dat is echt nog heel ver. Ik dacht dat we hier in de buurt waren. Oepsie. Het staat hier wel gewoon letterlijk. 3 minuten nog, gelukkig. Daar komt hij aan. De bus.
auto, dus dat ook de bus richting Hoorn. Connection. En, oh, er komt nog een bus aan. Oh, die zit drie bussen. Daar komt hij. Goedemorgen. Naar Den Helder. Je hebt daar de bus richting Leeuwarden staan. Ja, mijn bus rijdt net weg. Dus ja, helemaal in Friesland. Yeah, we'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end. Nou dames en heren, we zijn op Den Helder. Het weer is een beetje omgeslagen. Het regent een klein beetje. Maar ja, dat moet de pret natuurlijk niet bederven. We zijn nu op het station van Den Helder. Daar staat mijn trein zo. Ik moet straks de trein richting Nijmegen maar pakken. Maar de trein trekt om 9:45 en het is nu 9:45. Dus we hebben nog even in ieder geval. Ik zat nog even te denken aan de kust te lopen. Maar ja, dat had een beetje... Ik zou even qua tijd het gaan zo niet gaan redden. Dus ja, ik dacht... Blijf even lekker op het station van Den Helder, want kijk wat er is. Oh, je hebt hier wel McDonald's. Oh, dat is wel lekker. Dus ja, ik kan benieuwen. Kijk. Ik heb hier een hele mooie toren. Oh, het gaat best hard te regen. Dus ik ga zomaar weer naar binnen. En ja, dit is het station eigenlijk. Niet heel veel bijzonders. Voor de rest. Steeds kijken dat hier nog wat is. Ja, dat is nee. Dus ja, dit is het station van Den Helder. En we gaan zo met de trein weer weg. Oh, serieus? Er gaat maar één trein van de vier. Twee keer per uur. What the fuck? Dit is het enige wat hier gebeurt op dit station. Oké. Okay. Interessant. Of, oh, die trein staat er nog niet eens volgens mij. Hoezo probeert, doet hij het niet? Hij doet het. Oh, die trein staat ook nog niet eens. Lekker. Het is naar mijn gevoel wel echt weer lang geleden met de trein ben geweest. Nou ja, eigenlijk een paar uur geleden, maar ja, ik heb al best wel lang de trein niet meer gezien, omdat ik heel veel met de bus nu moest. Maar dat geeft niet. Maar ja, kijk, dit is de trein. Hier, dan gaat hij langs. Even. Driebergen Alkmaar, Heilo, Driebergen Zeist, Zaandam. Ja, en Arnhem Centraal als laatste. Dat heeft globaal gedaan. Maar er is hier geen spoor 1. Kijk, dit is spoor 2. Oh, dat is spoor 1. Maar die is ook leeg. Oh, die is ook lekker. Er gaat maar één trein van hier. Dat is naar Nijmegen. Oh, dan kan je niet de verkeerde trein pakken in ieder geval. Dus ja. Ik veel gaat weer. Ik denk dat ik even wacht op de trein en we zien jullie zo. Het is nu niet heel erg mooi weer. Het begint in één keer te regenen. Dus ik ben een beetje aan de verkeerde bestemming op de verkeerde dag gaan. Dat geef ik niet. Het is nog ineens 10 uur trouwens. Het is wel echt vroeg, maar ik ben ook echt al lang onderweg. Al sinds 6:15. Het is 9:50. Dus echt niet normaal. Maar ja, ik heb straks 6-delige trein. Die is op 10 keer. Dus het zal duur. Ongeveer zo'n trein trouwens. Die doet wel lekker. Hoe heb ik? Mijn trein is nu bij Den Helder Zuid. Dus ik heb nog echt even. En het is hier heel koud. Dus ik hoop echt dat de trein heel snel komt. De trein komt eraan. Tenminste, daar in de verte. Naar Amsterdam, voor mij dan.
gelijk dat ik niet heb. Heel lang geleden dat ik hier heb gezeten, maar ik zit er wel weer. En ja, hier staat het waar we naartoe gaan. Hoppa! Ik moet in deze trein naar Amsterdam Centraal 1 uur en 17 minuten zitten, dus geniet van de reis. We zijn wel volgens mij tot kort over 11, half 12 ongeveer ertussenin. Dus ja, dan zijn we in Amsterdam. Ik dacht, het is in Amsterdam mooi weer. Dacht ik, oh die shit, wat een kut weer. Maar dat is niet zo. Het regent echt heel hard. Nou ja, niet heel hard, maar het regent wel. Dus het is best wel hinderlijk. Dus ik ga straks me ook weer gelijk naar binnen. Nou, we zijn in ieder geval op Amsterdam Centraal. We hebben weer, kunnen we lekker genieten van dit mooie uitzicht van al die mensen die aan het verbouwen zijn al heel lang. Ik snap nog steeds niet waarom dat ze aan het verbouwen zijn, maar waarschijnlijk iets aan het bouwen. Maar op naar straks gaan we naar Almere. Dus ja, ik ga niet ook meer verder, want ja, volgens mij ook een vliegtuig. Oh, daar gaat een vliegtuig, jongens. Vliegtuig. Die is niet meer echt te spotten door de wind. Nou, als zomer is, dan ga ik die vliegtuig filmen. Dat is wel leuk. Maar ja. Dan, nu zie je hem iets beter, denk ik. Oh, ik kan hem niet op camera meer zien. Nee. Nou ja, ik ga weer even naar binnen, want het is een beetje nat. Daar gaan we. Oh, dan moet je de trap oplopen.
Ja, ik vind dit altijd zo'n zwaar trap. Komt goed. Als je niet filmen. Oh, hij staat nog niet eens. Nou, dus moet ik wel eens even wachten. We'll be right back.
En zo staan we in het noorden van Nederland. Zo. Helemaal in Groningen. Dus, ik heb echt een fucking end gereisd. Of Amsterdam. Maar ja, het is hier ook best wel druk. Had ik niet verwacht. Ja, dat gaat niet over mij. Maar ja, straks ga ik nog even naar Hogeveen de trein weer pakken en dan ga ik nog even naar Meppel. Van Meppel ga ik weer terug naar Hogeveen, want ik heb om 4 uur nog een afspraak in Noord-Gesprek. Maar ja, dat komt allemaal top. Dames en heren, ik ga weer naar de trein pakken. Weer terug. Dames en heren, ik kom net aanlopen en ik rijd de trein weg. Voor mij. Ik was echt net 1 seconde te laat. Nou ja, echt, ik had moeten inchecken, was al bijna vergeten. Dus daar rijdt hij gewoon letterlijk weg. Ja, dus dat is zuur. Wat ik wou naar Meppel, dat gaan we later wel doen. Ja. Ik moet eerst zien thuis te komen nu. Het is niet heel erg, maar het is gewoon kut. Maar dan moeten we nog een half uur wachten. Dat wordt waarschijnlijk een uur. Gelukkig is wat hier staat. Hoeft dat gelukkig niet. Want er staat 15:02 daaronder. Ik weet niet wel dat het trackbord niet beschikbaar is. Ik moet naar spoor 6B. Die is aan de andere kant denk ik. Oh, dat is hier. Wat? Of was 4B? Dat denk ik 4B. En dat is deze, en dat is die trein hierna. Dus daar kan ik gewoon lekker neer gaan zitten zelf. Zit vol. Ik ben ondertussen wel even lekker aan het werk. Ik ben van Sander opgezet van deze vlog. En over 3 minuten trekken wij. En dit is de andere trein. Die is net aangekomen. Dus het is nog even wachten. En we zijn weer in Hogeveen. Dit is de trein. En daar staat hij weer mijn fiets. Ik ben weer thuis.
Nou, dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik had nog even een afspraak gehad en ik ben ondertussen nu weer terug, want het heeft heel hard geregend, dus ik heb niet heel veel gefilmd. Het was echt kut weer. Dus ik wil eigenlijk eerst zo snel mogelijk naar huis gaan in plaats van filmen. Ja, ik heb gewoon een hele doorweekte broek hier liggen. Het voelt echt gewoon nog helemaal nat. Maar, dames en heren, morgen gaan we iets heel anders leuks doen. Ik ben nog even wat aan het plannen. Waarschijnlijk ook naar België, naar Antwerpen. Ja, ik kan het nu wel geheim gaan houden, maar jullie hebben vast toch mijn Instagram stories gezien. Met de trein, dus wat weet ik nog niet. Het kan zo zijn dat het niet zo gaat, maar dat gaan we nog even uitzoeken hoe dat kan en of dat het mogelijk is. Ook qua tijd en hoe of wat en hoe en wat. Maar dat zien jullie maar morgen, of in mijn Instagram stories, dus waarschijnlijk heb je het al gezien. Ik ga nu mijn vlog renderen. Ik zag dat ik 3 kwartier een vlog had gemaakt. Dus ik probeer voortaan wel iets meer te vloggen voor de rest. Maar ja, aan de ene kant, ik had niet zoveel thuis meer te doen. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot morgen bij weer een nieuwe vlog om 5:30. En zeg ik later.